Hoi, ik ben Gina en ik speel Annette in Saturday Night Fever. En ik ben John en ik zit in een ensemble. En de komende weken nemen wij jullie mee achter de schermen. Ja, we gaan jullie het hele proces laten zien van de start van de repetities helemaal tot aan de première. Denk aan kostuums, muziek, choreografie, echt van alles. Alles, dus alles. Kijk lekker mee. Ja. Goedemorgen, zijn we er klaar voor? Ja. Nee. Ja, nee. Eerst kom. We begonnen de dag met presentaties over de visie van het stuk, het licht, decor, muziek en natuurlijk de kostuums. Arno heeft alle schetsen gemaakt voor onze kostuums en die zien wij nu eigenlijk voor het eerst. Ik heb mezelf hier al gevonden. We zijn eigenlijk al een week bezig met de repetities, maar vandaag is onze officiële eerste dag, want de pers is aanwezig. We hebben foto's gemaakt, we hebben champagne gedronken en achter mij kun je zien de chaos. Allerlei interviews, foto's, drankjes, hapjes. Heel leuk. Goedemorgen Zoe. Goedemorgen. Wat gaan we deze ochtend doen? We gaan eerst opwarmen en daarna gaan we cleanen. Wat inhoudt dat we eigenlijk alle dans die we afgelopen dagen allemaal hebben geleerd, wat we best wel snel zijn gegaan, even gaan herhalen. Zodat eigenlijk iedereen uiteindelijk hetzelfde uit gaat voelen en dat het er super strak uit komt te zien. Oké. Dus we gaan zo binnen het begin aanmaken. Nou, let's go. Yeah. We zijn al lekker bezig met een van de vele choreografieën. Of het nou met heel het ensemble is, met z'n vieren, of zelfs met z'n tweetjes. We hebben net onze eerste dansrepetitie gehad met Kiara. En zoals je kan zien, hey! Oh, het was erg warm. Hoe voel jij je op de eerste dansrepetitie? Heerlijk. Ja, lekker zo'n feest, het is zo'n leuk gevoel. Heerlijke choreo. Ja, ja pas goede echt energie. Goed, blenden we echt goed met elkaar. En ja, het wordt echt heel vet. Het wordt echt een feest. Wat vinden jullie van de eerste week? Amazing. Ja? Ah, tof. Ja. Is er nog een klein stukje voor de mensen thuis? Nee, dat is geheim. Oh. We komen kijken. Nou, je hoort het. Kaartjes halen dus. Het is gezellig. We hebben een rol. Wij hebben de eerste week overleefd. En zoals jullie hebben gezien, hebben we al heel veel gedaan. En er komt nog veel meer. Dus abonneer op ons kanaal en kijk vooral mee volgende week. De Shitty Gadget!